In deze video-examen 2019, tijdvak 2, wiskunde A. En we gaan kijken naar de vragen 10 tot en met 13. Het thema is bandbreedte. Nou, het internet wordt steeds intensiever gebruikt. En we hebben de vraag naar een snellere internetverbinding stijgt. En bedrijven die dat mogelijk maken, de providers dus, proberen door middel van onderzoek de groeiende vraag naar sneller internet te voorspellen. En een megabit per seconde is daar belangrijk in. Nou, de bandbreedte beperkt de snelheid. Nou, de bandbreedte van een verbinding is de maximale hoeveelheid data die verwerkt kan worden per tijdseenheid. Ik moet het toch een beetje doorlezen, want dit is wel informatie die we nodig hebben om de vragen te beantwoorden en om de tekst te begrijpen. En daar is die intro vaak ook voor bedoeld. Nou, dan gaan we kijken naar figuur 1 en daar hebben we dus D, T en B. En T, de verwerkingstijd, is dan uitgezet tegen de bandbreedte. En dat zet ik er allemaal eventjes netjes in. Dus T, verwerkingstijd, B is bandbreedte en D is de datahoeveelheid. Bij een bandbreedte van 300 megabit per seconde, dus B is 300. Ik pak mijn rode stift en ik trek een horizontale lijn. Ik zie nu dus drie snijpunten ontstaan met D is 100, D is 500 en D is 1000. We gaan verder met de vraag. Bij een bandbreedte van 300 megabit per seconde duurt het langer om 1000 megabit te downloaden dan 500 megabit. Dus ik krijg snijpunten. Dat betekent dat ik de tijd in seconden kan aflezen. En wij moeten dus bepalen hoeveel seconden langer. En als je gebruik maakt van de figuur op de uitwerkbijlage, dan kun je dat natuurlijk nog veel preciezer bepalen met behulp van je geodriehoek of lineaal bijvoorbeeld. Nou, ik lees af. Bij 500 megabit, het snijpunt, lees ik af 1,7 seconden. En bij het snijpunt B is 300 en D is 1000, lees ik af 3,3 seconden. Je kunt voor deze vraag 3 punten verdienen, dus ik heb er nu al 2. En voor het bepalen van het verschil krijg ik punt nummer 3. Het verschil is dus 1,6 seconden. Even kijken, wat hebben we hier? In figuur 1 zie je voor D is 1000 het omgekeerd evenredig verband tussen B en T getekend. Kijk, omgekeerd evenredig verband. Dat is toch even een stukje theorie wat je moet beheersen. En heb je het over de x-as en de y-as, dan weet jij, I is een constante gedeeld door x. En met kruislingsvermenigvuldigen kun je dan vrij eenvoudig achter de constante komen. Maar goed, we hebben geen x-as, we hebben geen y-as, maar we hebben een t-as en een b-as. Dus dan zal dit mijn formule zijn. Nou, ik wil natuurlijk die constante bepalen, dus ik heb even een roosterpunt nodig. En ik lees een roosterpunt hier af. Bij 2,500 zie je ook wel andere die goed uitkomen. 5,200 ziet er prima uit. Of 1,000 of 1,000. Nou goed, ik kies voor deze. Even netjes opschrijven. En ik ga nu die constante bepalen. En de constante is dus 1,000. Met andere woorden, mijn formule ziet eruit als B is 1,000 gedeeld door T. Theorie dus. Er is ook onderzoek gedaan naar de te verwachten groei van de hoeveelheid data die een huishouden per dag uploadt. Nou, in figuur 2 zie je de voorspelde gemiddelde hoeveelheden van 4 groepen huishoudens. Die groepen staan onderaan. Je ziet bijvoorbeeld VO is voorlopers en je ziet er nog 3 onder staan. En we hebben dus een logaritmische schaal. En ik zet even een puntje bij 1000. Daarboven heb ik dan 2000. De horizontale lijn daarboven is 3000. Daarboven is 4000. Daarboven is 5000. Leer het even lezen.
op een examen ook zie ik toch heel vaak fouten daarin. En dat is natuurlijk best wel zonde. In figuur 2 zie je dat de gemiddelde uploadhoeveelheid per huishouden per dag voor alle groepen huishoudens in de loop der jaren toeneemt. De achterblijvers hebben later dan de doorsnee gebruikers een gemiddelde uploadhoeveelheid van 900 megabit per huishouden per dag. Dus we hebben het over de achterblijvers en de doorsnee gebruikers. Even kijken. Ja, dat zijn dus de onderste twee lijnen. En we moeten ook iets doen met 900 megabit per huishouden. Dus ik ga even een lijntje zetten. En dan krijgen wij dus twee snijpunten met die twee lijnen. Oké, vraag 12. Bepaal hoeveel maanden, hoeveel jaar en maanden dit later is. En ik begin al met het bepalen van de snijpunten. Dus dat is met 900 megabit met DO, de doorsneegebruiker. En dat doen we ook eventjes met de achterblijvers. Maar we zitten even, hoe zit dat nou met die jaren en maanden? Wat is nou 2014? Wat is nou 2015? Dus dat eerste stuk is 2014. Dat tweede stuk is 2015. Dan komt er 2016. Dus ik weet hoe het zit met 2017. En als ik ga kijken, als ik dat horizontaal ga aflezen, dan zie ik dat dat in de vierde maand is van 2017. Gaan we ook even kijken naar 2019. Even tellen. Dat is maand 8 van 2019. Nou, voor deze vraag kun je 3 punten verdienen. Dus als je eventjes opschrijft wat je hebt gevonden. Voor 1 punt. Voor 2 punten. En het verschil is dan automatisch punt nummer 3. Volgende vraag. Een lezer van het onderzoeksrapport beweert: het jaarlijkse groeipercentage van de gemiddelde uploadhoeveelheid per huishouden per dag van de achterblijvers is lager dan dat van de vernieuwers. Oké, dus dan gaan we die lijnen even opzoeken. We hebben het dus over deze twee rode lijnen. En wij moeten onderzoeken of deze lezer gelijk heeft. Nou, eventjes terug naar de theorie. Als je een lijn hebt op logaritmisch papier, dan heb je een exponentieel verband en die ziet er weer uit als n is b keer g tot de macht t en g is de groeifactor. Zoals je ziet lopen deze lijnen evenwijdig. Met andere woorden, de groeifactoren zijn gelijk. Conclusie, deze lezer heeft ongelijk. Als je de theorie beheerst, dan zet je dit op papier voor alle 5 punten. Beheers je de theorie niet, dan ga je voor elke lijn de formule opstellen. En dan zul je zien dat de startwaarde ongelijk is, maar dat de groeifactor gelijk is. Ook dan kun je de conclusie trekken dat de lezer ongelijk heeft. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Tot de volgende keer.